Steve Jobs, die ken je uiteraard, de CEO van Apple, heeft zich gisteren opnieuw ziek gemeld. Vandaag worden de cijfers van Apple gepubliceerd. Gisteren was het Martin Luther King Memorial Day, een dag dat de beurzen niet open waren. Dus meteen werd er al iets achter gezocht. Waarom zou Steve Jobs zich ziek melden op een dag dat de beurzen niet open zijn? De beurskoers niet noteert en daarom zijn ziek melden de beurskoers niet verder zou beïnvloeden. Nou, daarvoor is iets te zeggen natuurlijk. Ik bedoel, tenslotte gaat het toch om een bedrijf met excessieve koersstijgingen. En mocht de CEO zich ziek melden, dan heeft dat zomaar ook zo'n invloed op diezelfde koersontwikkeling. Los van de financiële kant van de zaak, wil ik vandaag even kort kijken naar de menselijke betekenis. Steve is toch een CEO met een historie wat betreft ziekte. Hij is al eerder ziek geweest en iedere keer had het effect op zijn bedrijf. Met name over de zorgen die beleggers, stakeholders hebben over zijn opvolging. Gaat het wel goed als Steve straks een charismatisch leider, een man met een visie, een man met toch een bepaalde unieke ideeën, mocht hij komen te overlijden? Nou, dat mocht kun je weglaten, want vroeg of laat kom je te overlijden. Dat geldt voor Steve, dat geldt voor jou en dat geldt voor mij. Het is dus belangrijk dat een organisatie accepteert dat een aansprekend charismatisch leider op enig moment wegvalt. Het lijkt erop dat de reactie van de beurzen, van de stakeholders deze keer meevallen. Dus wellicht hoeven we ons minder zorgen te maken mocht het moment ooit komen. En ik hoop nog heel lang na dato dat Steve er niet meer is. Toch is het interessant dat zich dat nu voordoet om te kijken naar de Steve Jobs methode. Wat is nou de methode? Hoe is het dat hij dat product, de Apple producten, Apple organisatie zo succesvol heeft gemaakt? Nou, dan komen we bij een interview in oktober van vorig jaar met John Sculley. Zijn partner uit vervlogen tijden. En John die weet op een mooie manier aan te geven wat Steve Jobs nu onderscheidt. Dat is een visie, maar dat hebben meer CEO's. Dat is een centraal stellen van de klant. Dat is een streven naar perfectie en niet minder dan dat. Dat is een oog voor detail. Dat is zelf betrokken zijn bij het aannemen, het werven en selecteren van zijn kernmedewerkers. Maar dat is ook het respect wat hij heeft voor een concurrent als Sony. Maar vervolgens, als hij dan een Walkman heeft aangeschaft, die Walkman volledig uit elkaar halen en kijken wat er allemaal in zit. Nou, daarover gaat de entry van vandaag. Steve is nog niet dood, maar we kunnen wel leren van Steve.